Vaco Gamers, Lars hier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Civilization 6 hier op Vaco Games. En jongens, vandaag hebben we meteen al een hele belangrijke missie in deze game, namelijk het stichten van een tweede stad. De vorige keer hebben we Uruk opgericht. We moeten ook zometeen nog eventjes deze barbaren in elkaar timmeren. Maar de nieuwe stad, die moet natuurlijk wel ergens op een goede plek komen. Op een plek waar we er ook daadwerkelijk wat aan hebben. Dus we moeten zometeen eventjes gaan verkennen. En ik hoop dat jullie in de tussentijd alvast eventjes een like op deze video willen achterlaten, omdat het kerst is en omdat het gewoon een hele toffe game is. Daar lijkt me... Oh nee, verkeerde knopje! Oh no! Knopje terug? Ja, goed zo. Oké, Sumeria, een settler. Waar gaan we die naartoe sturen? Ik kan er wel daar naartoe sturen, maar ik weet niet of dat dit een binnen- of een buitenzee is. Dat is eigenlijk best wel link. Dus laten we er eventjes op wachten. Dan sturen we eerst eventjes de verkenner op pad. Gaan we even kijken of dat dit een binnen- of een buitenzee is. Want als ik daar later natuurlijk alleen maar bootjes neer ga gooien, terwijl het helemaal niet in verbinding staat met de grote boot de buitenwereld, dan wordt het hem niet. Dan kunnen mijn bootjes de hele dag rondjes varen op een meer, maar daar hebben we echt geen ene reet aan. Jij moet trouwens ook eventjes die kant op. Want we hebben nog steeds een slinger hier staan. Die slinger die moet zo meteen achter de knuppelgast staan. Zodat hij de stenen over die knuppelgast heen kan gooien. En hopelijk niet tegen de achterkant van het hoofd van die warriors. Want dat zou wel heel vervelend zijn. Dan krijgen ze zoveel pijn op hun achterhoofd, jongen. Dan moeten ze huilen. Deze gaan we even daar naartoe sturen. Want ik wil die barbaren opruimen. En we hebben een bonus tegen barbaren. Dus we zouden toch zeggen dat het heel makkelijk zou moeten zijn om die gasten... Waarom krijg ik elke keer jou? Ik wil jou helemaal niet. Ga weg. Ik wil eerst verkennen. Eerst denken, dan doen. Imagination is craftsmanship and gives us many useful objects, such as wickerwork picnic baskets. Ah, picnic baskets, dat zijn handig. Picknickbandjes. Ik heb al een hele tijd niet meer gepicknickt. Moet ik eindelijk eens een keertje gaan doen. Maar met wie? Snik. Unlocked by this civic. Wat hebben we? Income, economy, policy, 30% productie richting gebouwen. En 50% productie tegen oude en klassieke melee en ranged units. Hey, maar die is wel interessant. Die onthouden we even, jongens, dat die er is. Ik wou zeggen dat het niet bestond. Oké, jij gaat daar, jij gaat daar. Zie je wel dat het doodloopt? Dat dacht ik eigenlijk al de vorige keer. Kill it! Oh, kunnen we niet killen? Valt me een beetje tegen. Jij gaat daarin. Wat is dit voor rare zee? Is dit een binnenzee, ja of nee? Dat is de grote vraag van vandaag. Wat hebben we hier? Early Empire. Open grenzen. Open grenzen? Waarom zou ik open grenzen willen? Dat gaat helemaal fout. Land surveyors en kolonisatie. 50% productie richting settlers. Is dat slim? Ik heb al een settler, dus ik hoef er niet nog eentje. Tenminste, voorlopig niet. We gaan ongetwijfeld ooit eens een keertje een tweede stad op, of een derde stad oprichten, maar nu nog eventjes niet. Cavalry units, militaire traditie. Ik denk dat dat wel een handige is. Militaire traditie. Want we zijn natuurlijk militairen, we zijn Gilgamesh. Ja, may the force be with you. Wat hebben we? Archers hebben we unlocked. Hey! We schieten iedereen helemaal de boog met z'n moeder ofzo. Weet ik het hoe dat klinkt. Bronze working voor spearmen. Maar dat kost wel heel veel tijd. Ik zeg 22 beurten kan je back nog verder open. Technology tree. Wat hebben we nog meer voor interessante dingen die niet 22 beurten duren? Zeilen. Richt een stad op aan de kust. Ik heb een settler. En op zich vind ik dat wel interessant, een stad aan de kust. Laten we daar maar eens eventjes rekening mee houden. Jij kan er niet door, hè? Janus daar neerzetten en jou daar. Kan jij echt alleen maar van een afstandje slingeren? Ik dacht dat jij echt twee blokken ver kon schieten of zo. Super dom. Wat heb ik nou aan een slinger? Dan kan ik beter een boog... Schutter maken. Ze zijn nog sterker ook en ze zijn koeler. Slingers. Oké, slinger hem helemaal de moeder. Hoppa. Opruimen dat barbarenkamp. Het gaat niet heel hard, maar het gaat. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat dit doet. Oké, jij moet eventjes slapen. Dat is het enige wat je moet doen, settler. Slapen. Meer hoef je even niet te doen totdat ik jou zeg dat je ergens heen moet. Credetemi, vi sono fin troppi giochini che stanno avendo luogo. Kom ze me waarschuwen? Er worden spelletjes gespeeld op heel hoog niveau. Oh. Oké. Doei, denk ik. Jongens, ik denk dat ze me leuk vindt. Ze komt weer op bezoek. Ik vind haar niet echt leuk. Ze is een beetje donker, een beetje gothic-achtig. Een beetje gothic-jurk. Eng. Please wait. Ja, dan krijg ik ook nog eens een keer klappen terug. Mijn verdediging is echt helemaal niks. Promotion available. Oké, promotie. Wat voor promotie? Wat hebben we?
Ranged units of range strength versus land units. Interessant. Volley. Geef mij een volley en dan niet de bal. Sla ze allemaal in elkaar, jongen. Dit moeten we kunnen redden. Zet je weer nog één streepje over. Sumeria slinger, daar, die redt het nog wel eventjes. Jij gaat daarheen. Hé, paarden. En rijst. Het is geen binnenzij. Het is geen binnenzij, het zit hier niet aan vast. Als we dan hier... Waar wilde dat ding dat wij een stad gaan oprichten? Want hier hebben we rijst. Paarden. Luxury resource ivoor, heel veel. Maar die bananen, kijk, hier is het heel groot. Dus daar moeten we hem niet oprichten, dat is zonde. Want dan zitten we binnen de invloedgrenzen van Uruk. Laten we een stukje deze kant op lopen. Kijken wat hij hier allemaal voor zegt, als we daarin lopen. Next turn. Dus lopen we zo die barbaren er even bij. Want ik wil wel op een goede plek zitten, uiteraard, met mijn tweede stad. Dat is heel belangrijk. Een goede strategische plek. Waarbij we van alles kunnen fixen. Oké, jongens, sloop de barbaren. Dank u. Soldiers. Zeker wel. Je soldaten hopen dat je overwinning op de barbare outpost de start is van een lange lijn van militaire successen. Met mij als commandant, zeker. Nee, dat gaat niet goed. Maar als jullie dat willen, more power to you. Oké, we gaan helemaal weer terug, want we moeten natuurlijk wel onze boel verdedigen. Dat is allemaal leuk daar. Maar het is wel echt zo'n eilandje waar je geen ene reten hebt. Oh, trouwens hier. Is dit zo'n ding of niet? Is dit zo'n dorpje? Volgens mij ligt hier weer zo'n dorpje. Ik durf niet in te zoomen, want dan gaat de map helemaal glitchen. Dus dat moet ik niet hebben. Ik ga wel eens eventjes kijken zo meteen of dat werkt. Wat hebben we hier? Hier is vee, wijn, rijst. Op zich is dit best een goede plek voor een stad. Het enige jammer is... Oh, ze hebben ook een settler. Zij hebben ook een settler. Mijn stad, mijn plekje blijft vanaf. Oh, dat gaat ze niet leuk vinden. Dat gaat ze zeker niet leuk vinden. Laten we een handelaar opstellen. Om meteen naar haar te handelen, want anders wordt ze heel boos. Oké, mijn plek. Blijf af. Ja, zij wil hier gaan settelen. Sowieso. Te laat. Ik ben hier. Ha, mijn plek. Accept my warmest thanks for your kind endeavors on the continent we share. Ik vind haar veel leuker dan die andere. Ze is een koningin, dat is altijd wel interessant. Maar waar is ze nou dankbaar voor? Dat ik een tweede stad opgericht heb? Waarom is ze daar dankbaar voor? Dat zou ze zeer kut moeten vinden. Ze kijkt ook zo sip. Kijk hoe verdrietig ze is. Misschien is ze door de vriend in de steek gelaten. Dat zou kunnen. Dan zou ik ook heel sip kijken. Goodbye. Eureka! Gating a city on the coast has given your civilization insight into navigating the waves. We kunnen de waves rijden. Als een echte baas. Nou, vier Ur. Ur. Dat klinkt zo simpel. Ur. En Uruk. Wat krijgen we er zo meteen? Uruzgan? Of wat is het? Kistproductie. Wij willen in die stad een... Bouwer willen wij in die stad. Kost even tijd. Maar dan heb je ook hopelijk wat. Hattusa ligt daar. Ik wil echt zo meteen wel echt even een handelaartje die kant op sturen. Want gewoon extra geld, altijd leuk. Hoe zit het trouwens met mijn geld? Oh, gaat best wel goed. 9,4 per goud per beurt erbij. Is mooi. Je mensen settelen te dichtbij. Je zou moeten overwegen om ergens anders land te zoeken. Ja, bitch, ik was er eerder. Had je meer eerder moeten vertrekken. Ik weet dat je oud bent, maar dat wil niet zeggen dat je mannetjes er ook later moeten zijn. Ik was eerder. Ha! My people will settle where they please. Absoluut. Als jij ons land niet kan respecteren, dan zal ik jou niet respecteren. Kom vechten dan, jongen! Jongen, goodbye. Ik ga met die andere chick, die is veel leuker. The value of military knowledge. But if men make war in slavish obedience to rules, they will fail. Lijkt wel een beetje op de vlag van Atla, dit. Rood, goud, en dan moet dat blauw moet wit zijn. Dat is de vlag van Atla. Weet je wel. Wat hebben we unlocked bij dit Civic? Manoeuvres voor militairen. Plus 50% productie voor Ancient en Classical Era Heavy en Light Cavalry Units. En Stratego, dat is een spelletje, toch? Change Policy. Nee, geen Change Policy. Ik wil gewoon lekker mijn eigen policy zou. Ik beslis mijn eigen policies wel, game. Potsnot, verdorie. Verkenners, ga naar boven. En stuur een kaartje als je er bent. Kies een civic.
Wat is het kosten? Ja, ik wil eigenlijk helemaal geen open grenzen, maar ik zal wel moeten op een gegeven moment. Ik wil mijn grenzen zo dicht hebben als een pot uien. Ze is boos. Ze is boos. What would you friends... Oh, you're weak in a spion... Oh, ik ben helemaal geen slechte spion. Kijk, niet zo chagrijnig, alsof je een zak uien opengemaakt hebt. Goodbye. Wat een chagrijnig mokkel. Life ashore is distasteful to me. But life at sea is better. Life at sea, Sir Francis Drake. Welke gaan we uitvinden? Iets waar we wat mee kunnen. Zou wel heel fijn zijn. Irrigatie. Plus 1 goud. Kan gebouwd worden op bananen, citrus, cacao, koffie, katoen, verf, zijde, specerijen, suiker, thee, tabak of wijn. Hebben we dat? We hebben wel wijn of rijst hierboven, hè? Rijst en paarden. En er is nog meer wijn. Waar dat vandaan kwam. Ik denk dat die wel handig is om te hebben. We zullen hem sowieso een keertje moeten doen, dus kunnen we het beter nu doen. Irrigatie. Hoppakee, dat is wat we nodig hebben. Unit needs orders. Nou, naar het noorden, heb ik je gezegd. Hop. Het wordt wel koud erboven, dus doe vooral je jas aan. Jij gaat met mij mee daar staan. Bovenop de stenen. Dan kan je het goed zien. We hebben trouwens ook echt meer workers nodig. Want we moeten die olifanten moeten we nog vangen. We moeten daarboven moeten we paarden nog vangen. Laten we gaan ruilen. Een handelsroute richting Hattusa. Krijgen we 3 goud plus 1 wetenschap van. Keurig. Dan gaan we hem helemaal daar naartoe sturen. Beginroute. In addition to bringing riches to our civilization, this trade route will gradually develop roads between our cities. Roads allow our units to no longer be impaired by the difficult terrain through which they pass. Juist. Automatisch wegen. Dat is wel heel erg handig. Wat hebben we hier? Je kennis van geld is heel goed gestegen. Mooi man. Geld is interessant om te hebben. Laten we meteen een nieuwe bouwer hebben, want ik wil potversnotverdorie die olifanten hebben. Promotie voor de scout. Hey. Sneller lopen op heuvels. Dat is wel heel fijn. Maar... kan ik tenminste een beetje doorwandelen. Anders dan duurt het allemaal zo knetterlang. Oh no! Een barbar. Er komt zo de barbar. Oké, sloop hem. Skelet. Kunnen we nog verder naar boven? Ik denk het wel, hè. We moeten zo eventjes dat water oversteken. Kijk hoe langzaam ze lopen. Er zijn zoveel heuvels hier beneden. Ja, bizar. Wel een heel heuvelachtig eiland, hoor, wat we hier hebben. Wat fijn is als we moeten verdedigen. Want dan krijgen ook de tegenstanders, die krijgen heel moeilijk de units movement. Oh, shit. Ze zijn met ze tweeën. Wij ook. Ga terug. Kill hem. Kill iets. Kill hem. Kill hem. Hop. Slinger. Hoppa. Stenen op je muil. Hij is er ook echt maar eentje dood gekregen. Oké. It's something. Maar misschien even ze afschrikken dat ze dan zoiets hebben van... Oh shit, help. Waar komen die gasten vandaan? Zo te zien hier. Hier komen die gasten zo te zien vandaan. Niet mijn slinger afmaken, vrolijke vrienden. Bauer. Die moeten we even goed beschermen. Jij... slaap maar even. Range, kill it. Slinger erachteraan. Hoppij, weer eentje op zijn muil. We hebben er nog maar eentje over. Ook echt dat ene kleine lage dingetje. Are you kidding me? Moet dat nou? Dan wil ik hier nog een war card wil ik bij hebben. Ons eigen oorlogsautootje. Is dat een coole naam? Oorlogsautootje? Nou, dat moet cool klinken. Ik heb een OO. Oorlogsautootje. Oh nee, auto's met een O, met een A natuurlijk. Een OA. Een oorlogsautootje. Zouden ze dat in het Amerikaanse leger ook zo noemen? Een oorlogsautootje? Waarschijnlijk niet. Hm? Dan noemen ze gewoon een tank. Hey, daar is daar een dorpje. Is dat ook weer zo'n technisch dorpje of niet? Het is een campus, daar woont iemand. Een andere beschaving, want er loopt een stippenlijntje. Een stippenlijntje betekent andere beschaving. Maar wie?
Wie zit daar boven zo te chillen, jongen, in zijn eentje? Weer een nieuwe? Jongens, hou op. Ik... Gelukkig komt mijn oorlogsautootje er zo meteen aan. Die rijdt er gewoon overheen. Dat is grote wielen. Hoppa. Your slinger destroyed an enemy warrior. Oeh, yeah. We hebben te veel barbaren gekild. Jij gaat daarin. En laat zien dat wij dapper zijn. We zijn de dappere Sumerians. Tenminste, daar komen we toch vandaan, Sumer? Wij waren Gilgamesh. Die komt toch uit Sumer? Met Uruk en Ur. Unit needs orders. Waarom? Oh, jij. Oh, là, c'est Paris. Oh, là, là, c'est très bien. Laten we daar escargot gaan eten. Escargot et croissant avec jambon et fromage. Oh, là, là, c'est très bien. Zal het maar geen escargot zijn, dan vind ik het niet erg. Een gerucht gaat dat Engeland vooruitgegaan is van de Ancient Era naar de Classical Era. Wat een goede gasten. Engeland is lekker bezig. True story. Irrigatie. Dat betekent dat wij zo meteen de rijst kunnen gaan plukken. Pluk je rijst eigenlijk? Dat lijkt me echt een klote werk. Jongens, waar is mijn warrior? Mijn warrior is weg. Is hij dood? Ik hoop het er niet. Slinger! Twee tegelijk. Nice, nice. Me gusta. Kies research. Open research. Zeilen. Dat hebben we jou. Oh, die hebben we al. Dat wilde ik hem wel heel graag. Laten we gaan uitvinden hoe je moet schrijven. Schrijven is fijn om te kunnen. Dan kan je eens een keer een kaartje naar huis sturen. Als je ergens heel ver bent. Of vakantie bijvoorbeeld. Oh, daar is hij. Ik was je al kwijt. Gekke warrior. Niet beslingen killen, hè? Mijn slinger is dood en nou is hij gereïncarneerd als een barbarenslinger. Doe dat even niet. Er zijn niet te veel barbaren. We moeten er echt iets tegen doen, jongens. Die barbaren moeten echt weg daar. Laten we proberen of we dat kamp kunnen opruimen. Jij gaat bouwen een mijn. Dat zal wel moeten, want als ik zometeen langs die verkenner moet, dan moet hij ook nog eens een keertje worden mijn zooi afgepakt. Dan ben ik ook mijn worker nog eens een keertje kwijt. En ik heb al zo weinig. Ik moet echt meer units hebben. Meer units. Meer oorlog. Meer vernietiging op deze eerste kerstdag. Dat is wat we willen. Meer bloed. Meer tranen. Meer janken met z'n allen op een rij. Is dat een liedje? Nee, vast niet. We moeten die slinger killen. Zo snel mogelijk. En mijn oorlogswagentje ook. Oorlogswagentje, kill hem. Rij hem helemaal plat, die motherfucker. Ah, hij gaat ook echt niet dood. Wauw. Held. Die is een stuk sterker dan dat ik dacht. Jij kan ondertussen wel richting de Ivoor gaan. Dan gaan we zo meteen eens even een paar olifanten vangen. Wat gaan we bouwen? De hangende tuinen. Yes. Wij bouwen de hangende tuinen daarboven op de berg. Hop. Daarboven op de berg komen de hangende tuinen van Uruk. En die zijn heel bekend. Die waren er van... Waar waren de hangende tuinen? Van Babylon. Nog één. Hoeveel gasten heeft die? Kunnen we misschien anders een extra unit kopen? Want... Advanced knowledge in city planning. Creating districts in our cities can be much more powerful and lucrative than simple improvements like farms and mines. Dus we moeten... Wat moeten we hebben? Districts. All you have to do is cross out the wrong words. True story. Campus en de bibliotheek. Wat gaat hier behoorlijk fout, jongens, als dit zo doorgaat. Promotie available. 5% combat strength tegen melee en ranged units. Yes. En healen die shit. Kill hem. Als het even kan. Oorlogswagentje, kill hem. Rijd ze allemaal plat, jongen. Komt er eens een oorlogswagen aan. Ratatatatat, iedereen dood. Sterf. Doet pijn. Oeh, ik wil die echt hangen. De hangende tuinen. Hangende tuinen zijn awesome. Tuinen zijn sowieso awesome. Maar hangende tuinen helemaal. Moet echt iets met tegen verdediging doen, jongens. Hebben we hier nog iets van? Wat handig is. Laten we het wiel gaan uitvinden. Kost 6 beurten. Maar dan kun je... Hoe kan dat eigenlijk? We hebben een oorlogsautootje, maar we hebben nog geen wielen uitgevonden. Hoe dan? Er zitten toch echt banden onder dit ding?
Dat weet ik zeker, want ik heb hem net zien rijden. Dus niet zeggen dat ik het verkeerd heb, want ik heb het niet verkeerd. Ik heb het helemaal goed. Verkenner, kom maar een beetje, laten we een beetje hier gaan verkennen. Hier zijn we nog niet geweest. Boven en beneden zijn we wel redelijk bekend. Nou nog boven, of aan de westkant en een beetje meer naar de oostkant. Dan hebben we een soort van grote uiteengezakte kijkgordel of zo. Weet ik het hoe je dat zegt. Is hij dood? Ik hoop dat het pijn deed. Ik hoop echt dat het pijn deed. Ben overslagen? Ah, oh, hij is verslagen. Kutsie, kutsie. Doe cute. Ja, ga daarheen. Je trekt jezelf een stukje terug. Dan staat er weer de volgende knuppelgootje. Die staat er weer klaar. Die staat gewoon te wachten. We moeten meer soldaten hebben, jongens. Komt die weer. Oh, man. Niet mijn oorlogsautootje slopen, hè. Daar ben ik heel zuinig op geweest. We moeten hem kunnen healen op een of andere manier. Kunnen we niet een andere unit erbij kopen of zo? Purchase an item with gold. Nog een extra war card. Dat zijn onze eigen speciale units. Rij eerst die verkenner overheen. Ik word helemaal gek van die verkenner. Helemaal lijp van die vent. Promotie available. Oh yeah. Promotie de volgende beurt. Als je de volgende beurt tenminste haalt. Want ik denk dat hij zo meteen knijk dood wordt gemapt door die warrior hier. Hoe gaan we dit nou weer oplossen? Ga maar eventjes. Go kill it. We moeten die kant op. We moeten hem pakken. Of dat we dan willen of niet. Jij gaat daar de olifanten vangen? Nee, niet daar. Hoe kan je die olifant missen? Er staat daar een olifant. Lach je naar het hert toe. Een hert is geen olifant. Echt niet. Ook niet een Bambi. Ook niet in alle andere Disney films. Een hert is geen olifant. Ik ben ook Freek Vonk. Ha. Freek Vonk, eat your heart out. Ik ben veel beter in biologie dan Freek Vonk. Een hert is geen olifant. Nee. Is toch steken zo? Mijn oorlogsautootje. Oh man. Look back over the past with its changing empires that rose and fell. And you can foresee the future too. Ik kan zeker de toekomst voorspellen. Want mijn toekomst ligt namelijk bij de volgende aflevering. De volgende aflevering gaan we kijken of dat we die barbaren kunnen vernietigen. En hopelijk kunnen we ook dat barbarenkamp uitroeien. Want ik word echt helemaal lijp van die gasten. Dat zien we natuurlijk de volgende keer in de volgende aflevering. Mocht je het tof vinden, knal zeker nog even een like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik je ook terug bij de volgende aflevering van Civilization 6. Hier op Vaco Games. Mazzel!